De gezellige damesgroep Luf bereidt zich voor op een concert in de arena. Er wordt geen middel geschuwd om weer net zo leuk te worden als vroeger. Zelfs de plastisch chirurg komt eraan te pas. Je moet eigenlijk ook je onderlip een beetje doen. Nee, dat doet zeer. Ik vind echt dat die lippen wat groter moeten. Betty krijgt slecht nieuws uit Ibiza. Worden er vanochtend gebeld? Heel mijn huis naar God. Betty en Marga worden uitgezwaaid door Marga's vriend Michiel. Samen met Patty's vriend Antoine reizen ze af naar Ibiza. Oh, wat erg. Betty, Marga en Antoine komen 's avonds laat aan in Ibiza en besluiten meteen het huis te bekijken. Maar dit is... Jezus, tering, jantje. Alles bruin. Beneden is alles zwart van het roet. Maar gelukkig zijn er ook nog wat lichtpuntjes. De luchtplaat, die hangt aan. Boven is het een heel ander verhaal. Kun je eens wat aan kijken? Ja. Oh, dit is wel heel leuk. Mijn handen kijken. Nou, hier is alles naar de kloten. Volgens mij. Nee, dit is niet zo soes meer. Oh, wat erg. Oh, jezus. Jee. Nou, dan had je ons hier 's ochtends gevonden. Met dezelfde kleur, denk ik. Ja. Oh, allemaal antieke gordijnen. Ja, die lamp dus daar is begonnen, zie je? Daar, denk je? Ja. Zet toch een lamp? Ja. Oh. Weet je wat het natuurlijk is? Dat stopcontact is misschien wel vochtig geweest, weet je wel? De draad hadden eruit. Ja, dat bedoel ik. Die is eruit geknapt. Ja, maar dan is dat geen kortsluiting. Dat is geen kortsluiting. Het is een muur geweest. Heeft niks met die lamp van doen. Het is het stopcontact. Dat is niet meer die lamp. Weet je wat het is? Als we hier hadden gaan slapen die avond, dan had het end zoek geweest gewoon. Ja, of je vriendinnetje hier had gezien. Ja, Pippi. Maar ik wou ook echt eens een keer dat het zonder problemen ging. Dat is het enige wat ik wil. Doe nou toch eens gewoon waar we luister, voor werken. Er zijn natuurlijk genoeg mensen op de wereld die hebben niets op Ibiza. Kijk, en daar hebben we wel weer voordeel. Want wij hebben nog wel wat. En wij kunnen ook daar slapen. Daarom, je moet het positief bekijken. Tijd om naar bed te gaan. Nou, morgen wacht een dag vol puinruimen. See you tomorrow. Marga vertrekt in haar eentje naar de andere kant van het eiland, waar ze zelf ook een huis heeft. En Betty en Antoine logeren zolang in het gastenverblijf naast Betty's huis. Zielig moet zij weer in de eentje. Dat vind ik weer zo zielig altijd aan haar. De volgende ochtend. Ibiza. Zon, zee, strand en natuurlijk de brand bij Betty. In alle vroegte sleept Betty met haar vriendin Pippi alle onaangetaste kostbaarheden uit het huis. Aan de andere kant van het eiland, bij Marga, blijkt ook iets aan de hand. Marga scheiden. Hoe is het bij jou? Nee, maar. Laaiend ben je. Alle planten op het terras stuk. Het hele Gardena-sprinklingssysteem op de terras kapot getrokken. Door die fucking schilders. Soms word ik wel moe van dat Spanje, hoor. Terwijl Patty zich beklaagt in de Spaanse ochtendzon, ontwaakt het Belgische plaatsje Lommel. Het is sinds een aantal jaren de woonplaats van José. Ze woont hier met haar man Wil, midden in het centrum van het charmante dorpje. En dan hier zitten we s'avonds lekker een beetje te blieken, zoals ze daar in Brabant zeggen. Gewoon kijken wat er allemaal te zien is. Het is altijd heel veel leven hier en daar houden wij alle twee van. Mijn man. Goedemorgen. Ik heb gehoord dat ik naar Schumacher moet om te kijken of hij wat rimpeltjes kan wegwerken. Ja, en ik zeg maar zo, als ze er nog mooier op kan worden, dan waarom zal ik dan nee zeggen, hè? Maar ik ga eerst, want ik ben er al eerder geweest voor die oogcorrectie. Maar ik ga eerst eens even zonder het gekwetter van die meiden eens even aan Schumacher vragen hoe wat het nou precies inhoudt. Want ik ben er niet zo dol op om iets in mijn gezicht te laten spuiten. Maar goed, Ik ga zijn verhaal even aanhoren en dan zien we wel. Kan ik nu even doen? Kan jij die even tanken? Ja, dat zal ik vast gaan doen, ja. Nou, ja, we moeten 9:15 rijden. Terug op Ibiza.
Patty rijdt met Antoine naar het huis van Marco. Kom eens kijken of daar de schade mee valt. Antoine, die Marga nog maar net heeft leren kennen, is benieuwd naar haar verleden. Hij kent haar vooral als een altijd vrolijke en opgewekte vrouw. Ze had het net echt heel erg moeilijk in Nederland gehad. Dat ze de borsten laten verwijderen. En toen kwam ze hier om uit de zieken bij te komen van... om bij te komen van die operatie. Met Sjaak, haar toenmalige man. En ze zaten lekker rustig. Ze had de drains nog in haar lichaam zitten. Ze zaten lekker rustig hier ergens in Santolalia aan een tafeltje te dineren. Dan kreeg die man een hartstilstand. Toen kon ze zo een zak weg laten halen. Die is vanaf dat moment gewoon een anderhalf jaar in shock geweest, denk ik. Marga's huis op Ibiza was voor haar de ideale plek om samen met haar toenmalige echtgenoot Jack bij te komen van de beslommeringen in Nederland. Nog steeds geniet ze van dit prachtige huis vol herinneringen. Toch is het anders nu hij er niet meer bij is. Nou hebben ze dus al die aarde uit die bakken gegooid. En die hebben ze gewoon hier op de terras neergezet. Lekker, hè? Marga heeft ontdekt dat haar terras is veranderd tijdens haar afwezigheid. Die zaten hierin. Ja, dat is helemaal vol met planten overal. Die zijn gewoon verdwenen zelf. Die hebben ze opgegeten. Ja, dit ook. En dit is het systeem van... Dat hebben ze even stuk getrokken. Dat is een watersysteem. Ja, dat is een watersysteem. Dat zat in al die bakken. Jezus. Nou, nu dus niet meer. Maar niet alleen wat het natuurlijk kost om... Maar om het aan te leggen. Dat is met een rotklus. Ja. Want bij ieder plantje moet zo'n dingetje. Ja. Nou ja, goed. Heb je dat zelf gedaan? Ik ooit? Niet. Nee, Sjaak natuurlijk. Ja. Dus het was een heel werk. En nu is dat, ligt het op een hoopje. Nee. Maar kan je zeggen, bij jou is het wat witter dan bij mij. Het is natuurlijk, ja. Maar ik vind het een beeldig huis, hoor. Mooi. José is inmiddels aangekomen bij de kliniek van dokter Schumacher in Scheveningen. De vraag is nu wat ze eigenlijk zelf wil. Ik ben anti-dingen in mijn gezicht spuiten. Ja. Maar goed, ja. Dit heb ik al gedaan. En ik heb ook geen principieel bezwaar. Maar ja, ik wil me ook niet. Ik wil gewoon eens horen, wat houdt het nou precies in? Ik vind het belangrijk dat je jezelf er prettig bij voelt. En als jij denkt van ik wil het zo beperkt mogelijk houden, dan doen we dat. Want het gaat erom wat jij wil, niet wat Patty wil of wat ik wil. Dat doet er verder niet toe. Nee. Maar ja, was ik er nou nog wel naast? Dat ik zo in één keer zo'n oude kerel naast loop. Ja, dus ja. Zo gaat de cirkel door, hè? Ja, precies. Nou ja, voor jou is het wel eens leuk om straks naast een jonge blom te lopen. Denk eens vast dat je heel veel geld hebt. Een jonge meid met een oude vent, toch? Er wordt heel wat afgeklust bij de dames van Leuf. Nu is het huis van Marga aan de beurt. Dus al deze zakken moeten in die twee bakken. Precies. Zal ik het maar doen? Nou, ik weet niet waarom je mee. Jij moet niet tellen, hoor. Niet doen. Doe nou ook wat! Misschien toch meer iets voor een echte man. Waarom zie je... Ja, ik zie nu al waarom jij er bent. Kom, laten we even kijken wat je in die keuken nog hebt. Dan hoe lekker. Lekker is wat we mee kunnen. De dames vluchten naar de keuken voor andere dringende zaken. We moeten een flesje wijn mee. Een kalaatje en een wietje. Zo. Koffie, je zet apparaat uit. Ja, daarom. Ik heb ook een eng verhaal over namen. Ik ook. Gesmolten helemaal zo. Kijk naar Michael verliefd. Dinner at Rick's restaurant Tuesday. Walk at its best. Wat schattig. Lieve. Ja, ik heb ook wel hele leuke mensen hier, ja. Maar. Ja, gelukkig wel. Ja. Toch? Nou, dat heb ik ook. Ik had van vorige week een etentje met de buren, weet je, van naar de bos. En die mensen zijn zo lief voor mij geweest allemaal. En dan denk ik toch van, nou, maar niet 6 weken, gewoon 3 jaar lang lief zijn. Nou, ik hoor van andere mensen wel, nou, 6 weken is het wel een beetje over, nou, echt niet. Maar als er iemand overlijdt, is het verdriet in de 6 weken niet. Nee, maar dat mensen nog aandacht eraan geven, dat bedoel ik. Maar waar ik zo blij om ben, is dat er een foto van Michiel staat. Ja, tuurlijk. Ja, maar dat vind ik echt lekker. Ja. Want ik weet nog dat 2 jaar geleden, toen Sjaak net overleden was, dat je zei, ja, misschien moet ik ook al die foto's van Sjaak wel wegdoen. Nee, weet je? Dat was niet van plan, hoor. Nee, dat was niet van plan. Maar ik zie gewoon, ik voel ook gewoon weer blijdschap. Ja, en als het nou straks verbouwd is, is het ook heel anders. Zal ik je nou zeggen dat ik bijna blij ben met Ibrand? Dat heb ik
kan me ook wel voorstellen. Ja. Klaar ermee. Alle negatieve heeft ook weer iets positiefs. Weg ermee. Ja. Ja, ik vind gewoon een nieuwe man, nieuwe ronde, nieuwe inzet. Hoeveel nieuwe interieurs heb je nou af? Oké, nou jongens. Het zijn een paar kleine prikjes. Geheel ontspannen ligt José op de tafel van dokter Schumacher. Ondanks haar aanvankelijke bedenkingen voelt ze zich veilig in zijn handen. Zal het bij een paar prikjes blijven? Dat is het. Dat is één oogje. Oh. Ik zal eerst maar even gaan kijken. Marga is inmiddels meegereisd naar Patty's huis om haar mentaal te ondersteunen. Is er nog wat te redden van de bovenste verdieping? Oh, het is fucking Chanel tasje waar ik voor. Nou, die neem ik. Ja, ik ga het toch proberen. Is het plastic of niet? Wat dacht je van Chanel? Mafkut. Plastic dus. Wat doet José vandaag? Staan wij hier nou CZ en X of doet ze ook nog wat? Bel. Hallo. Heb jij een klant op de tafel liggen? Na de break, terug in Nederland. Een klein beetje zo kansen. José logeert bij Patty. Die tunnel aan. Een solo optreden in de Rotterdamse Ahoy. José, hoera! Maar Patty steelt de show. Wie moet er eigenlijk hier optreden?